Wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ga vandaag een make-up routine voor jullie filmen. Ik heb laatst in een video gevraagd of jullie het leuk vonden om dat te zien. En daar kreeg ik wat antwoorden op dat jullie dat leuk leken. Dus ik dacht, let's go. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het echt een soort van spannend om deze video op te nemen. Ik heb de laatste tijd gewoon een beetje een soort van prestatiedrang wat betreft video's maken. Dat komt ook omdat mijn video's de laatste tijd wat minder bekeken worden. Alleen het is gewoon zonde als ik daardoor geen video's ga maken. Omdat ik eigenlijk bang ben dat het niet goed gaat werken. Dus dat moet ik gewoon loslaten. En daarom dacht ik vandaag gewoon, je gaat gewoon die make-up routine opnemen. Want dat vind je super leuk om te doen. Dus here I am. Voordat ik begin met mijn make-up routine, wil ik aan jullie vragen of jullie op mij willen abonneren, mocht je dat nog niet hebben gedaan. Dat kan hier beneden, is heel gratis. Ik upload elke week een nieuwe video. En het lijkt me gewoon ontzettend leuk om nog meer leuke kijkers erbij te krijgen. Dus ja, het lijkt me gewoon heel leuk als jullie op mij abonneren. Ik heb dit in een weekvlog ook al een beetje verteld. Maar ik heb een periode gehad van ongeveer, ja, ik weet het niet precies, mijn 14e tot mijn 17e of zo, dat ik super veel met make-up bezig was. Ik vond het heel erg leuk om make-up producten te kopen en om ermee te spelen en dat soort dingen. En toen daarna heb ik een hele periode gehad dat ik eigenlijk helemaal niet meer bezig was met make-up en het me eigenlijk niet zoveel boeide. En nu de laatste tijd heb ik sowieso wel meer in de winter dan in de zomer ben ik weer echt meer bezig met make-up. En vind ik dat gewoon echt heel erg leuk. Daarom dacht ik dat dit het perfecte moment was om weer een keer een make-up routine te filmen. Dus ja, laten we dat maar gewoon gaan doen. Ik ga proberen om alle producten gewoon nu aan jullie te laten zien. En ik zal ook de producten even in de beschrijving zetten. Zodat je dat makkelijk terug kan vinden en niet elke keer door de video moet spoelen. Wat ik altijd als eerste doe is foundation. Dit is de L'Oreal True Match Foundation. Die heb ik echt pas een week ongeveer in gebruik. Maar ik vind hem echt mega fijn. En ik heb hem in de kleur Ivory, want ik ben best wel wit, zoals jullie kunnen zien. Maar dat is prima. Met foundation heb ik dus ook zo mijn periodes. Want voordat ik deze foundation gebruikte, heb ik eigenlijk voornamelijk alleen maar tinted moisturizer gebruikt. Ik gebruik trouwens even tussendoor mijn schermpje van mijn camera ook om af en toe even in te kijken. Want ik heb gewoon geen spiegel waar ik nu film. Dus dat is een beetje lastig. Maar goed, ja, dus de laatste tijd heb ik meer tinted moisturizer gebruikt. Maar ik vind toch wel foundation toch net iets fijner. Ik probeer het alleen wel altijd een beetje lichtjes aan te brengen. Niet dat je zo'n heel cakey laagje hebt. Het is een beetje onhandig dat ik mijn haar niet even achter heb gedaan. Ik heb hier ook een spiegel, dus die gebruik ik even. En daar gebruik ik deze Real, volgens mij is deze van Real Techniques. Volgens mij wel Beauty Blender voor. Want dat vind ik toch wel het fijnste en het snelste werken. Niet vergeten om je nek mee te nemen en je oren. Dat doe ik eigenlijk altijd. Met mijn oren ben ik wel altijd voorzichtig omdat ik ook een piercing heb. Maar wel belangrijk om mee te nemen. En dan gaan we door met concealer. Ik gebruik altijd de concealer van Essence. Dat is deze. Essence Camouflage Plus Matte Concealer. Deze is echt... Eerst je iPhone ontgrendelen. Deze is echt ontzettend fijn. Het is echt een super goedkope concealer. Nog geen 3 euro volgens mij. En ik vind dit echt oprecht zo'n goede concealer. Ik gebruik hem echt al best wel een tijdje nu. En ik heb hem nu in de kleur 20 Light Ivory. De concealer breng ik gewoon best wel ruim onder mijn ogen aan. Want ik vind het gewoon chill als het daar beneden een beetje op ligt. Ik heb ook echt best wel donkere kringen altijd onder mijn ogen. Maakt niet uit of ik goed slaap of niet. Dat heb ik gewoon van mezelf. Oh shit, ik heb het op mijn kussen gespoten. Dus dat is best wel vervelend. Ik ga ook eigenlijk bijna nooit de deur uit. Of als we naar school bijvoorbeeld zonder concealer. Want dan lijk ik gewoon echt dood, letterlijk. En ik neem trouwens mijn concealer ook altijd mee naar mijn ogen. Want ik gebruik het dan ook gelijk als een soort oogschaduwbasis. En dan doe ik dit altijd gelijk afpoederen. En daar gebruik ik ook een poeder van Essence voor. Dit is de Mattifying Compact Powder. Siri, oh my god. Zo irritant. Oké.
in de kleur Pastel Beige. Ik moet zeggen, ik ben echt totaal niet in de poederwereld thuis. Terwijl ik wel heel vaak zie op YouTube video's dat het toch wel heel belangrijk is om een goede poeder te gebruiken. Dus mochten jullie nou een goede tip hebben voor een goede poeder, mag ook een losse poeder zijn, let me know. Mag duur of goedkoop, maakt me niet zo heel veel uit. Zo. En dan ga ik eigenlijk altijd door naar mijn wenkbrauwen. Alleen ik doe dus echt helemaal niks voor mijn wenkbrauwen. Ik zal even een beetje inzoomen. Ja, dit zijn mijn wenkbrauwen en ik doe letterlijk helemaal niks met mijn wenkbrauwen. Ik epileer ze niet, ik teken ze niet bij. Ik heb wel eens een periode dat ik ze wel bijteken, maar dan is het puur en alleen een beetje inkleuren en niet een andere vorm of zo aannemen. Ik weet niet, ik ben gewoon echt heel erg blessed met mijn wenkbrauwen. En het enige wat ik eigenlijk doe is deze Anastasia Beverly Hills Brow Gel, Clear Brow Gel aanbrengen. Zodat ze wel wat beter op hun plek blijven staan. Want er gebeurt wel heel vaak, zeg maar, dat mijn wenkbrauw echt zo overal heen gaat. Dus dat is niet heel chill. Maar dat is het enige wat ik doe. Deze is ook echt bijna op en ik vind deze zo ontzettend fijn. Dus dat is een beetje jammer. Dan gaan we door met de bronzer. Voor bronzer gebruik ik de Makeup Revolution Ultra Bronze. En dit is deze super grote bronzer. Dus ik gebruik hier de Real Techniques. Volgens mij zit het officieel een blush kwast. Maar ik gebruik hem voor bronzer. En dat doe ik op mijn jukbeenderen. En ook bij mijn kaak en zo een beetje onder mijn kin, om mijn onderkin een beetje weg te werken, want die heb ik. En dan breng ik het ook nog hier bovenaan. Dat is hoe ik mijn bronzer aanbreng. En vaak doe ik het dan ook nog een heel klein beetje uitblenden met mijn, even anders zitten, met mijn poederkwast. Dan gaan we door met oogschaduw. En voor mijn oogschaduw gebruik ik de laatste tijd eigenlijk altijd mijn Too Faced Natural Matte Palette. Ik ben mega fan van de oogschaduwpaletjes van Too Faced. Ik heb ook de Natural Eye, maar die ligt in Tilburg op dit moment. Zo'n fijn paletje, die heb ik ook bijna helemaal opgemaakt, omdat ik die echt gewoon elke dag gebruikte. Gewoon echt super goede oogschaduwpaletjes, wel prijzig, maar wel heel goed. Maar goed, wat ik als eerste doe, ik gebruik de kleur Oh Natural, zo heet die toch? Ja, deze kleur Oh Natural gebruik ik in mijn crease. Ik gebruik daar best wel een plat groot oogschaduwkwastje voor. Maar ik ben met mijn oogschaduw niet mega precies eigenlijk. Dat zou ik wel wat meer willen worden, maar ja, ik doe het gewoon een beetje op gevoel. En dat werkt tot nu toe gewoon wel goed. En dan ga ik met hetzelfde kwastje in de kleur Less is More. En die breng ik ook aan in mijn crease om het net wat meer diepte te geven. Ik vind dat echt een hele fijne kleur om te gebruiken. Zo, goed. En dan pak ik, ik ben altijd een beetje los met welk kwastje ik wil gebruiken. Deze. Dan pak ik de kleur Hook Up. En die doe ik een beetje aan de buitenkant van mijn oog. Om toch net even wat meer diepte te creëren. Ik vind het wel op de camera heel erg oranje allemaal lijken, maar dat is niet echt, valt dat best mee. En dan doe ik op mijn bewegend ooglid, ja, doe ik meestal een soort mix van deze twee. Om het toch een beetje op te lichten ook. Ik doe soms ook, zeg maar, dit oogschaduwpaletje combineren met dan op het einde een shimmer kleur. Maar ik vind het ook wel heel nice om een helemaal matte ooglook te hebben. Zo, en dan doe ik de kleur Heaven, de bovenste, nog onder mijn wenkbrauw. En een beetje in mijn inner corner. En dan het laatste wat ik doe, dan moet ik heel even het goede kwastje van vinden. Gebruik ik dit kwastje van
Waar is deze van? Ja, Real Techniques ook. En daarmee pak ik de kleur Less is More nog een keer. En die doe ik onder mijn oog. Zo. En dat is dan mijn ooglook. Die sluiten we natuurlijk af met de mascara. En nu is het zo dat ik eigenlijk altijd één mascara gebruik. En dat is er ook eentje van Essence. Ik zal hem eventjes in beeld zetten. Ik vind dat echt een van de beste mascara's ever. Kost ook echt nog geen 3 euro. Mega chill. Maar die ligt dus ook in Tilburg, wat echt super stom is. Maar nu gebruik ik tijdelijk even de Catrice Glam & Doll mascara. Ik vertik het gewoon om veel geld uit te geven aan mascara. Want op zich, als het mijn wimpers zwart maakt en iets meer volume geeft, ben ik blij. En ik doe, zoals je ziet, mijn mascara altijd alleen maar op de bovenste wimpers. Niet op de onderste, omdat ik gewoon vind dat dat heel snel gaat uitlopen. En I don't like that. Oké, lippen. Mijn lippen doe ik in principe elke dag wel anders. Even kijken, waar is mijn lippotloodje? Dat is stap 1. Voor mijn lippen gebruik ik bijna elke dag deze Essence Stay 8 Hour Lip Liner. Ik gebruik dus, zoals je ziet, heel veel van Essence. Ik vind gewoon sommige producten van Essence zijn super chill, heel goedkoop. En ja, ik hou ook heel erg van duurdere make-up. Maar zo een paar van die basic items die je gewoon vaak gebruikt, om dat gewoon goedkoop te hebben, is gewoon echt mega chill. Lip liner in de kleur 02 Just Perfect. En ik heb deze lip liner ontdekt via TikTok. Omdat mensen zeiden dat deze heel erg op die hele Pillow Talk, heet het volgens mij, van Charlotte Tilbury. Dat deze daar heel erg op lijkt. Dus toen dacht ik, let's go. Dat gaan we proberen. En sindsdien gebruik ik hem echt bijna elke dag. Soms gebruik ik alleen deze. En soms doe ik er iets overheen. Dus dat verschilt een beetje. Ik denk dat ik vandaag alleen deze ga gebruiken met een lipgloss eroverheen. Maar goed, deze breng ik gewoon over mijn hele lip aan. Nice, ik vind dit echt een super mooie kleur. Het is echt gewoon een perfecte kleur voor everyday. Dus very pretty. En dan doe ik er nu nog even een lipgloss overheen. En ik heb laatst deze van Morphe gekocht. Hebben jullie in mijn weekvlog kunnen zien. En ik ben hier echt ontzettend blij mee. Ik gebruik hem nu echt heel vaak. Want hij zit gewoon heel lekker op je lippen. En het voelt niet als zo'n plakkerige, vieze lipgloss. Het is echt gewoon, het voelt gewoon fijn. Dus ik vind dit gewoon heel nice om te dragen. Ik vind het echt zo'n mooie kleur. Ik vind het echt, ja, gewoon echt heel pretty. En dan sluiten we nog af met een highlighter. Hier bij mijn moeder thuis heb ik niet al mijn make-up liggen. Maar ik kwam laatst deze Elf Baked Blush tegen. Maar het is meer een highlighter dan een blush. Dus ik weet niet waar mijn blush op staat. Maar goed, gebruik ik nu de afgelopen dagen weer. Als ik hem open krijg. Die brengen we gewoon hier aan. In een soort maantje. Andere kant, op mijn neus, op de bovenkant van mijn neus. Ik doe het ook meestal hier bij mijn lip. En that's it. Nou, en dan is dit mijn make-up look. Ik zal een beetje inzoomen nog, zodat jullie het goed kunnen zien. Dit is het. Zo doe ik eigenlijk bijna elke dag mijn make-up. En ik ben best wel snel erin. Nu duurt het natuurlijk wat langer, omdat ik ook tussendoor aan het praten ben. Maar normaal, als ik mijn make-up doe, ben ik echt binnen. Ja, zeker wel. Ik denk binnen 10 minuutjes klaar. Ja, dit is dus de look die ik bijna elke dag wel ongeveer zo draag. Dus ja, goed. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik zet, zoals ik al zei, alle producten in de beschrijving. En ja, ik hoop dat jullie op mij willen abonneren, mocht je dat nog niet hebben gedaan. Doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei doei! Thank you.